Een dienstvoertuig is vandaag betrokken geweest bij een verkeersongeval in het district Saramacca. Het voertuig kwam op zijn zij te liggen. Dit bevestigde de directeur van de communicatiedienst, Alphen Roosveld. Het gaat vermoedelijk om een voertuig dat verbonden is aan het kabinet van de president. Die informatie is nog niet helemaal duidelijk. Wat we doen is, we wachten het politioneel onderzoek af. Wat duidelijk is, is dat het om een dienstvoertuig gaat en dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. Maar de juiste toedracht, dat moet nog bepaald worden. Dat is nog in onderzoek. Het gaat wel om een dienstvoertuig, maar aan welke organisatie dat gelinkt is, die informatie is nog onduidelijk. Roosveld zegt dat nog wordt onderzocht wat er precies gebeurd is. Camerabeelden van het Safe City project zullen worden bekeken om de zaak te analyseren. Hij verzekert dat zo gauw er meer informatie is, dit met de samenleving gedeeld zal worden. Ook die informatie kan ik u niet hard zeggen. Ik kan alleen zeggen dat het in het district Saramacca was. Mm-hmm. Ik bevond me in ietsje daarvoor bij een ander verkeersongeval waar de minister van Volksgezondheid assistentie heeft verleend. Daar ging het om mijn ouder en haar kinderen die in een trend waren beland. Dus ik bevond me met mijn volledige aandacht op dat geval. En toen we bericht kregen van dit andere geval. Maar ik weet wel dat in het district Saramacca zich moet hebben voortgedaan. En wij waren toen op corona. Op social media waren er vanmorgen beelden te zien van het voertuig. Op een foto is te zien dat de auto van het merk GMC in een tuin terecht is gekomen.